waarom je best zo snel mogelijk groepen of componenten maakt binnen SketchUp. Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be. Groepen en componenten hebben meerdere functies in SketchUp, maar het is super belangrijk om daar zo snel mogelijk mee van start te gaan. En dat is ook een van de dingen die we jou kunnen bijbrengen in onze tweedaagse SketchUp training. Dit is trouwens een van de fundamentele dingen die je eigenlijk continu moet doen. Alleen zien we dat heel veel SketchUp gebruikers het veel te weinig doen of soms helemaal niet doen. En dan ken je misschien het volgende probleem. Je hebt twee objecten en op een bepaald moment plaats je die samen. En daarna denk je, ja, misschien toch niet. En dan wil je dat selecteren en dan hangt dat in elkaar. Ja. SketchUp en dan doen we dat zo wel. En dan dit vlak nog, move en dan heb je dit voor. Dat alle geometrie in elkaar plakt. En dan kan je natuurlijk denken, SketchUp in programma, maar nee, dat is de manier dat SketchUp werkt. En SketchUp forceert jou niet om bepaalde dingen te doen, maar het zijn wel dingen die je beter wel doet. En een van de dingen is zo snel mogelijk groepen componenten genereren. Nu in dit geval, hè, als ik hier een groep van maak, dus dubbelklik, rechtermuisklik, make group doe, dan wordt dit eigenlijk beschermd. En wat zie ik nu? Nee, toch uit elkaar. Geen probleem. Eén klik, move. En dingen zijn terug uit elkaar. Dus dit moet je gewoon bij alles doen wat je gaat creëren. En het is uiteindelijk zo eenvoudig, maar wat we zien in onze tweedaagse training is dat we dit 2 dagen echt continu met mensen moeten inoefenen voor het echt in hun vingers zit en het echt een gewoonte is. Want wat ik net zag, dat geometrie in elkaar blijft plakken, is één ding. Maar er zijn zoveel dingen binnen SketchUp, maar ook buiten SketchUp, die alleen maar werken als je die groepen of componenten hebt gedefinieerd. Een onderdelenlijst maken gaat alleen maar lukken als je componenten en groepen hebt gedefinieerd. Een zaaklijst maken gaat alleen maar lukken als je groepen en componenten hebt gebruikt. Heel veel plugins, als je die wil gebruiken, gaat alleen maar werken als je groepen en componenten gebruikt. Dus het is zo fundamenteel in SketchUp. Nu, wat betekent dat eigenlijk? Op het moment dat je, als je het echt 100% correct toe, maar zou je eigenlijk het volgende moeten doen. Ik heb een vlak getekend waar iets wordt, ik ga dat selecteren en ik maak een groep. En nu ga ik in die groep en dan ga ik pushpollen. En alleen in die groep ben ik klaar, ga ik terug buiten. Dat is de strengste manier die je kan toepassen. Het is ook de beste manier uiteindelijk. Maar wat aanvaardbaar is, dat je eigenlijk eerst jouw 3D-object gewoon tekent en daarna. Wat is het voordeel, hè, als je per ongeluk dit zou doen? Dan kan ik dit nog altijd gewoon los selecteren. Dus eigenlijk zou er altijd maar één object mogen zijn dat geen groep is of component is. En dat is hetgene waar je momenteel aan werkt dat net getekend is. Al de rest zou altijd een groep of component zijn. Als je hier meer wil over weten en uiteindelijk ook wil weten hoe je beter SketchUp-modellen kunt bouwen, niet alleen hoe ze juist te bouwen, maar ook de juiste workflow, dan nodig je eigenlijk graag uit om eens te kijken hoe wij jou precies kunnen helpen in onze SketchUp 2-daagse. En onder deze video vind je een link en op die pagina waar je dan uitkomt, staat ook een video hoe ik jou daar precies kan helpen. Dus ik hoop jou dan ooit te zien op onze SketchUp 2-daagse. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een like. Tot in de volgende video of op een tweedaagse.